Oké. Die gaan we vervangen voor hoogglanszwarte, oftewel de shadow line. Dus die moet eruit. En dan doen we straks die andere erin. Gisteren heb ik het ook al geprobeerd, maar toen was de accu leeg. Van de GoPro. Dus nu gaan we het nog een keer doen. Het beste is om de ramen omlaag te doen. Daar open. Is het gewoon een dingetje ertussen. Het zijn een soort clipjes. Klinkt er heel erg, maar het zijn gewoon zulke dingen die je er heel makkelijk in duwt. Weer uit. Hier nog een. Hier ging het clipje in zijn geheel eruit. Wat dan ook. Geef niet, dan doen we die straks weer terug. Hier is het clipje. Hier is het clipje meegegaan. Maar die kun je zo uithalen en dan stoppen we die weer terug in het gaatje. Zo. Nou, dat ging makkelijk. Uitkantelen. Oh, zoiets. Ja. Okay.
Lastig, hè? Die ging de visser ook af, want anders die was er al af. Tada. Nou, dat was die. Oké, deze werkt dus het beste als je de raam open hebt. De rest wat we net deden maakt niet zomaar uit. En dan is het gewoon wop, 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 mag. Maar let op, deze dingen krassen dus wel. Die eronder, even aan. Oké, komt hij al een stuk. Ik wil dus niet alles van achter trekken, want dan. Kom. Zo. Het punt is, als je ze doet, dan gaat hij zo. Dan moet hij eerst een beetje zo eruit. Je moet een beetje naar buiten buigen met de bovenkant. Zo. Daarom is het ook lekker als het raam open staat. Scherper niet. Hoppa. Dat ging te snel, denk ik. Nou is deze toch al lelijk. Beginnetje is altijd het moeilijkst.
deze kant. Moeilijker gaat aan de andere kant. En dan moet je de andere naar komen. Hoi. Hoi. Echt hard rekenen.
Nasty bastard.